Mooi Aim, hoe is het er met? Ik ben Jesse en met mij gaat het goed. Hier in Groningenland gewoon weer wat boerendingen doen. En ik kan geen Gronings spreken, dus daarom hou ik er meteen maar weer op. Maar vandaag gaan we toch maar even Farming Simulator spelen. Ik weet niet waarom ik toch maar zei. Maar goed, we gaan Farming Simulator spelen. En ik weet niet waarom, maar dit is een game en mijn opnamesysteem doet raar. Als ik even klik dan. Nu dus is wat aan het laden, zie ik. Bij jullie staat hij stil, bij mij niet. Ik weet niet of dit helemaal goed gaat. Maar jullie hebben dit scherm, hier staat zeg maar map 1 bij jullie. Bij mij staat er in the career mode, you can freely, weet ik veel wat. Mijn game wordt hieronder geladen. Even. Ah, kijk, nu is het bij jullie ook. Kijk, dat was het. Start. Blijft hij nu staan? Nee. Hé, hey, kijk, dit gaat helemaal goed. FPS is lichtelijk teleurstellend. Op systeem met i7 en 1060. Dat is jammer. Maar goed. Hè? Goed. Kijk, dit is een trekkertje, jong. Daarin kunnen we rijden. Vooruit, zelfs naar links en ook naar rechts. En je ding gaat zo snel, die gaat wel 30 mijl per uur. Kunnen dat misschien... nee. Hier zie ik zo snel even geen instellingen staan. Zo. Ik ben wel erg lekker met boeren. Ah, boeren. Leuk. Maar dan andere boeren. Kijk, dit is een trekker. Nu heb ik een kar. En daarmee kan ik geld verdienen. Bijvoorbeeld, we kunnen even deze troep doen. Wacht, laten we even gaan kijken. Zo moet dat. Wat overal waar het... even zien. We hebben wheat, barley, canola en corn. En deze kunnen we allemaal ergens ingooien. En we hebben hier dit... ik weet niet wat voor volgorde. Nee, niet in de goede volgorde. Maar we hebben hier dus... wheat, barley, canola en corn. En even zien, wat is het? Wat brengt ons het meeste geld op? Canola, blijkbaar. En canola die brengt ons het meeste geld op bij de meel. Dus bij de molen, denk ik, of zo. En canola, was dat niet deze tweede? Misschien wel, misschien niet. Maar kijk, als we dan... Hier kunnen we even wat graan uithalen. Eigenlijk moeten we de oogsten met een maaimachine zoals hier. Ja, staat maar op, dankjewel. Kijk, en dan kunnen we zeg maar... ik zal dit hieronder even weghalen. Dan kunnen we dit naar beneden doen. Aanzetten. Oké, daar waren dus mijn lamp. Die wil niet aan. Kijk, zo gaat die aan. Kijk, en dan kunnen we langzaam vooruit rijden. Cruise control 1. Maar wat we ook kunnen doen, is een werker huren. Kijk, dus nu kan ik vooruit en achteruit. Nu huren we een werker. En kan ik wel vooruit en achteruit doen, maar hij is gewoon bezig. Dus laat hij mooi zijn ding doen. Dit ding is vol. Dit ding kunnen we wegbrengen. Ik heb trouwens een kleine verandering in de Kutgames. Ik wil alle afleveringen, die zijn nu ergens tussen de 120 minuten, 10 tot 20 minuten zoiets. Ik wil ze wat langer doen, misschien richting een half uur tot een uur. Dus gewoon lekker lang lullen, lekker lang spelen. En dan zie ik vanzelf wel wat in dat uur gaat gebeuren. Want Farming Simulator is een perfect voorbeeld van een game. Waar je in een kwartier, zeg maar niet... mag ik eruit gaan? Ja, dank u. In een kwartier kun je daar geen goede indruk van krijgen. In een kwartier kun je ook niet echt lekker spelen. Je bent echt bezig met het begin. En je bent niet leuk bezig, maar je bent gewoon aan het kloten ergens mee. En als ik dit wat langer speel, dan kan ik wat meer geld krijgen. Kan ik wat meer dingen kopen. Kan ik wat meer gaan doen. Ik weet niet eens of dit een leuk spel is om eens op YouTube te doen. Dus vandaar dat ik maar 1 keer doe. Want sowieso dat ik hier geen serie van wil maken. Trouwens, de Civilization serie die komt hierna op en dat ga ik dan afmaken. Ik weet niet eens hoe lang ik daarmee bezig zal zijn. Maar dat wordt gewoon de laatste aflevering. Omdat die serie gewoon even af moet. Maar dat de serie praat, dat valt nu heel erg in dit moment van het kanaal. Deze video zal misschien met een jaar, misschien 2 jaar nog wel een keer worden bekeken door iemand. En dan heb jij geen enkel idee waar ik over lul. Is dit de mail of niet? Anders moet ik even doorrijden, denk ik. Grain mill, ja, het is de mill. Mooi. Zo, gaan we hierheen. Gaan we dit even afleveren. Dit was hier lekker duur. Zo, Q unloaden. Zie je, en ons geld gaat omhoog. En alles wat er achterin zit, dat gaat naar beneden. En dan waren we leeg. En dan kunnen we weer weg. Dat is trouwens ook echt een kut trekker. Hebben we een andere trekker? Ja, we hebben een andere trekker. Volgens mij is dit ding nog kutter. Oké, prima. Goed. Oh ja, trouwens, zoals je hier kunt zien, gaat hij gewoon lekker door met waar hij bezig is. Wij moeten misschien wel even naar hem toe, anders zit zijn machine straks vol en dan heeft hij een probleempje. En ik ken deze map op zich redelijk. Ik weet niet eens hoeveel uren ik in deze game heb zitten, maar ik ken de map redelijk. Maar goed, hè. Ik weet niet waar ik over moet gaan lullen, dus laten we gewoon even kijken wat er gebeurt en waar het allemaal gaat. Deze trek gaat 31 mijl per uur. Als je dat omrekent, kom je op ongeveer, nou laten we zeggen 50 km per uur. Dus dat is voor zo'n trekker op zich nog best snel. Maar goed, hè. Ik zie trouwens dit ding nog niet 50 km per uur doen. Hij broest wel lekker vooruit. Goed, kunnen we even op de map kijken. Ja, kijk, hier is de map. Kunnen we uitzoomen? Dat is 9 of zo, toch? Ja, hé, hey, kijk, dat is 9. En nu kan ik het niet aanwijzen, maar wij rijden daar en... Even zien, hoe ga ik dat doen? Kijk, dat veldje waar we nu naartoe rijden, hè? Dat is een groot veld. Daar rechtsnaast is een kleiner veld en daarnaast is nog een kleiner veld. Op dat kleine veld, daar is die werker nu bezig met kutten. Dus laten we hem daar even helpen en die bak gaan legen. En dat is eigenlijk het enige wat op dit moment noodzaak is. En dit ding was bij de mail inderdaad, daar krijg ik het meeste geld voor. 5000 per ton. Dat doen we goed. En zoals je meteen kunt zien, onze canola storage is leeg. Dus laten we trouwens even, op zich wel een goed idee denk ik, hem even naar huis rijden. En dan zeg maar hem mooi even ergens een canola-veldje laten aanleggen. Nou, dan kunnen we dat laten groeien, kunnen we daarmee geld verdienen en weet ik veel wat. Kijk, het gaat hier alleen maar over geld verdienen. En je kunt ook aan me vragen, Jesse, waarom heb je Farming Simulator 11 en niet 13? Want die heb ik ook. Toch? Heb ik die wel? Ja, die heb ik. Ja, die heb ik. Nou, deze game die ken ik gewoon beter. Deze heb ik voor schijfje, andere heb ik... Waar heb ik die weg? Was niet via Uplay. Nee, niet Uplay. Dat was... Hoe heet die andere? Origin. Ja, daar heb ik hem weg. Er staan via daar nog een paar games op de computer. Ik weet niet eens meer welke dat waren, maar goed. Ik hoop dat het nog enigszins... Wat voor games waren het eigenlijk? Welke die ik via daar heb gekocht? Heb ik... Ik heb via daar Plants vs. Zombies gekocht. Die kan ik ook wel een keer spelen als Kutgame. Op zich wel grappig. Ja, dat kan ik wel doen. Als jij nog een leuk idee hebt voor een Kutgame, dan kun je dat achterlaten. Kijk, dit is een mooi veldje. Die kunnen we even doen. Hoi. Dit zijn de silo's, daar kunnen we dingen opslaan. En die ploeg kunnen we in principe meteen verkopen, want die gebruik ik niet. Dat is alleen maar om een nieuw veld aan te leggen. Maar in principe, als je dat doet, dan raakt jouw worker, als je die huurt, helemaal in de war met wat je eigenlijk hier hebt gedaan. Goed. Dit veld is... hoe is het langer? Dit veld is zo groot. Kunnen we dit ding even mooi doen. Zo, zet maar even een werkertje in. Jij zit bijna vol, dus dan broezen wij even naar jou toe. Zodat jij dat ding even kan legen en dan rijden we steeds nog heen en weer. En waar ben je mee bezig? Dit is weed, denk ik gewoon. En weed kun je het beste verkopen bij... De brewery is even duur als een mil. De poort is ook niet. De focus is niet geweldig. Oké, dus deze kunnen we best bij de brewery afleveren. En dat is goedkoop, want die staat daar, zeg maar. Dat ene huisje daar in het midden van het scherm, dat is de brewery. Dus die is lekker dichtbij, kunnen we mooi de kar laten staan. En ik hoop, misschien hebben we eigenlijk extra trekkertje nodig. Oh kijk, trouwens, hier kun je ook balen van maken. Grappig. Cruise Control 2 aanstaan. Dat is te snel. 1. Kijk, daar rijden we precies gelijk mee zijn. Of niet? Zo, kijk, zie je, gaat goed. Ben je al een beetje leeg? Ah, ik rijd niet door. Dat is niet handig als ik er niet in zit. Hij rijdt mooi door, maar als ik hier niet in zit, dan rijd ik natuurlijk niet door. Blijf maar even staan, dan kunnen we even leeg... Hoe leeg ben jij? Oh, bijna leeg. Ja, zo. Kijk, je moet hier zijn. Op tap dan ga je naar verschillende trekjes toe. Dat wist ik vroeger niet. Dus daar constant met trekjes heen en weer te rijden. Dus dat is echt vet kut. Ik weet niet hoeveel uur ik eigenlijk in deze game heb zitten. Ik denk 20 uur. Ja, misschien een beetje meer. 20 uur in deze game heb zitten. Niet in één save game of zo, maar ik heb geen save games. Maar ik cheat er meestal gewoon een klein beetje geld bij en dan zit ik daarmee een klein beetje rond te kloten. Als deze aflevering op een gegeven moment echt heel erg saai wordt, omdat ik geen geld heb om nieuwe dingen te kopen, dan ben ik op zich best bereid om wat geld erbij te doen en kunnen we daarmee even lekker mee kloten. Maar kijken wat we kunnen doen. En op zich is dat ook nog wel een redelijk goed idee. Als zeg ik het zelf. Ik vind het zelf op zich een redelijk idee, maar goed. Ik weet niet of de helft van de kijkplaats het daarmee eens is. Kunnen we trouwens ergens het goedkoopste trekkertje. Deze, 28.000. Die kopen we, want het is net even makkelijker. We hebben extra trekkertje, kunnen we daarmee rondboeren. En dan hebben we ook nog een karretje nodig. Medium, daar kan wat meer in. Ja, dus, die denk ik. We hebben nog wat leuks. Die ploeg kan ik verkopen. De sproeier moet ik ook nog even wat leuks mee doen. Dus die dan verkopen en een grotere krijgt, dan is dat sneller klaar. Zo, mooi. Hier nog wat leuks. Ja, balenpers die wil ik graag hebben voor dit veld, waar we nu mee bezig zijn. Cool, laten we een paar koeien kopen. Oh, en dat kunnen we niet meer kopen. Maar met koeien dan kun je zeg maar geld verdienen voor het melk dat ze geven. Kijk, hier zijn we, daar is een karretje en daar is ons ding. Oh, wacht, die kan ik natuurlijk nu niet meenemen, want... Ja. Dus even pakken heen en weer rijden. Zo, we hebben een kar achter ons. Ik vind het trouwens wel een klein beetje raar gezicht, zo'n oude trekker met zo'n moderne kar met oversized banden en weet ik veel wat. Op zich wel grappig, want kijk, die wielen sturen ook mee, zie je dat? Die sturen mee. Nou, als je het zo, kun je dat zo zien? Dat zie je niet, maar dat gaat niet helemaal soepel, maar goed. Maar we kunnen ook een paar missies gaan doen op zich. Dat kan ik later wel een keer doen in een andere Kutgame aflevering. Op zich ook grappig. Dan zijn we al wat opnemen. Geen idee. 16 minuten staat hier, maar ik ben vast ook 6 minuten aan het kloten geweest. Gewoon weet ik veel wat ik aan het doen was. Dit is barley, misschien. Dit kan ook wel eens weed zijn. Oh, geen idee. Wacht, moment. Dat stond hier. Oh nee, wheat, barley, accepteerde brew, die beide. Oké. Dat maakt op zich niet uit, want met barley kunnen we dan beter naar de brewery en met wheat ook. Dus dat maakt niet uit. Canola weet ik, dat is die korreltjes, of dat staafje met al die pluimpjes eraan, die tweede vanaf hier. En de derde, dat is corn. En corn accepteert alleen de poort. Goed, als we deze even erachteruit insteken. Kijk, goed, hoe ik met de kar rijd. En die kan ik echt geweldig goed. Dus jij staat er echt precies helemaal recht onder. Kijk, dat gaat goed. Laat ik ondertussen trouwens even dat jij opvult. En ook aan misschien een ander trekkertje moeten kopen met voor een attachment ding en achtereen. Op zich wel handig, als ik dat had gedaan. Goed, oh, we moeten dit ding eerst vullen. Dat is daar, bij dat staat daar geloof ik. Ja, dat denk ik. Laten we er even heen rijden. Dan drukken we op R als het goed is. Ja, refill. Mooi, jij bent aan het refillen. Ik heb alleen deze trekker waarmee ik kan kloten, dus anders niks. Dus laat ik een klein beetje door. Maar dit ding hoef je maar één keer op te vullen en dan gaat hij... Nou, ik geloof niet meer leeg. Ja, misschien wel een keer, maar niet snel of zo. Oh, en dat houdt hij elkaar vooraan. heb ik ook wel eens gedaan. En met zo'n grote tipper, dan kun je er 3 achter elkaar doen. Dan heb ik gewoon de grote tractor genomen, echt 20 van die trailer achter elkaar doen. Maar goed, op zich wel grappig. Je kan ook wel 2 trekkers op dit terrein rijden. Op zich. Zo. Ja, dat kan wel, maar nee, doen we niet, want ik wil die kar eigenlijk terugbrengen. Dan kunnen we straks, als die klaar is, die dit ding wel weer daar hebben rijden. Goed, dit pakken we even. Want voor mij is deze silo nu helemaal leeg. En wij moeten nu richting de... hoe heet dat daar? De dinges. Dus, oh wacht, kunnen we hier een kar achter doen? Ja, lijkt het wel op. Dus dan kunnen we die kleinere hier weer achter doen. En dan kunnen we dan in één keer doorrijden. Joh, dat is een goed idee. Misschien dat je nog niet helemaal snapt wat ik bedoel. Kijk, de physics in deze game zijn geweldig. We rijden met een volle kar, 26 mijl per uur. 27 als we omhoog gaan. Zie je, 27 als we omhoog gaan. We gaan niks slomer. Ja, nu een klein beetje, maar zie je, we gaan prima. Niks mis mee. Niet dat die trekker die kan gewoon sneller, maar die wil niet sneller. Nou, straks als we naar beneden gaan, überhaupt dat hij hier omhoog kan. Ik klop gewoon niks van. Dat straks even kijken of deze ook naar beneden kan, maar dan gaat hij niet sneller, let op. Zie jij, gaat hij nauwelijks sneller. Ja, oké, klein beetje meer. Op zich klopt vrij weinig van. Zie je, daar ging je eens slow-mo. Ik snap nog helemaal niks van dit spel. We glijden ook niet eens van de berg af of zo. Nee, we hebben gewoon... Oké, nu pas glijden we er vanaf. Op het punt waar gras is, daar hebben we grip. Zie je dus, hier staat gras. En daar hebben we grip. Of niet. Oké, ik lul hier maar een klein beetje wat. Het is een klein beetje te close, maar goed, boeien. Zo. Mooi avontuur. Hey, dit is een ding, kunnen we omhoog naar de berg. Joepie. Goed. Er zullen vast mensen zijn in de reacties denken zo van... Oeh, je speelt deze game helemaal verkeerd hoor, weet ik veel wat. Nou, prima. Ik speel het op deze manier en ik ben tevreden op deze manier. Dus, laat me. Even zien. Zit jij vol? Hij zit helemaal vol. Dat is vervelend. Laten we jou er dan even naast zetten. Slash half voor. Ik denk dat je hier gewoon doorheen rijdt, niks aan de hand. Op zich wel mooi, maar zo ook weer met een mooi rondje hier omheen. Zo, kijk. We beginnen nu ook meteen met rijden, want anders moeten we even ons... Nee, hij blijft mooi staan. Goed. Jij moeten we hebben. Jij rijdt door. Rijd door. Jij moet naar hem toe. Zie je? Hij is aan het unloaden en dan kun jij straks die kar erachter doen en dan kun je daarmee kloten. Dan rijden we ineens met 2 karren aan, erachter. Op zich wel mooi. Maar dat is straks ook iets wat bij de mail goedkoop kunnen doen. Nee, alleen canola is het goedkoop bij de mail. En de mail is ook dichtbij, dus dat pakt op zich mooi uit. Dus. Nee, maar hier moeten we echt een balenperf voor hebben. Dan kunnen we dit zeg maar mooi doen. En dan kunnen we balen doen. En dan kunnen we die balen verkopen. Dan krijgen we ook weer geld. Jij gaat het even anders doen, vriend. Jij gaat hier even zo. Als je trouwens even dit zo doet. Dan kun je maar recht achter staan. Zo, zit jij los. Een paar keer heen en weer steken. Dan maakt het mooi uit. Zo, niks aan de hand. Dan gaan we even naar de andere trekker. Deze of zo. Dan rijden we achteruit. Dus die kant op. En kijk, zo kunnen we 2 achter elkaar doen. Mooi. Kan met die achterste ook 2 achter elkaar? Hé, vrek ja. Oké, mooi. Daar gaan we. Toet toet. Misschien hadden we even ons trailertje, of ons groene karretje weer moeten vullen met die achterste. Maar goed, hè. Dat is echt wel grappig zo. Het rijdt op zich wel mooi door. We gaan wel slomer zo, maar goed. We zijn wel efficiënter. Hup, hup, hup. Kunnen we dit hier leeggooien? Wacht, hier is het nog het goedkoopste, of niet? Moeten we even kijken, zo. Wat is dit? De brewery? Ja. Ja, hier is alles goedkoopst. Oh, kijk, ons kapitaal gaat omhoog. Wat mooi dat dit gewoon door elkaar heen klipt. We zijn rijk. Ik ben gewoon, als ik zeg maar, met echt geld aan het kloten was in deze game, dan legde ik alleen maar canolaveldjes aan, omdat dat het goedkoopste, of dat het meeste opleverde. Op zich is het helemaal mooi zo. Die groene laten we hier trouwens weer achter. En je hebt dus geen twee trekjes achter elkaar kunt krijgen. Maar goed, hè. Welke vullen we met weed? Laten we even die rode straks even vullen met weed. Dan laten we die groene hier mooi staan. Halen we die groene straks weer mooi op. Want nu kunnen we naar die silo gaan. Dan kunnen we onze weed silo leeghalen. Op zich wel mooi. En dan kunnen we hier meteen dat aansluiten. Laten we dat gewoon doen. Dat lijkt me wel een slim idee. Wacht, is deze trek al klaar? Bijna. Oeh, ik kan op het juiste moment hier. Nee, naar beneden. V. Zo. Kijk, mooi. Dan is deze klaar. Zo, kunnen we dit ding mooi hier laten. Nee, zo. Kijk, op die manier. En dan kunnen we hem hier volgooien met canola. Zo, sluit aan. En dan, select seed. Die. Nee, niet tab. H. Zo. Dan kunnen we weer naar tab, naar deze. En dan broezen we weer vooruit. Doei! Op zich gaat dit wel lekker. Dit gaat goed lekker. Wat staat trouwens allemaal in ons escape menu? Wacht, wacht. Rijden we nu door? Even checken. Oh nee, wacht. Hij slaat gewoon onze huidige achtergrond op. Oh, oké. En houdt het geluid of zo. Kijk, ons geld daar rechtsonder. Dat zie je gewoon naar beneden gaan, omdat wij werkers hebben. Zie je, mensen werken voor mij. Hè? Daar heb ik een mensen voor. Ik zit ineens te denken, hè? Ik heb twee van die weet je wel, die gele en die groene, de twee van die, oh hoe heet dat nou? Ik woon in zo'n gebied, ik weet niet eens hoe het heet. Oh, zo'n maaidorser. Dat is niet helemaal een goede naam, want voor mij is dat vooral voor. Er is zo'n machine, daar heb ik twee van en die kunnen voor mij beide hetzelfde doen. Dus in principe kan ik er één verkopen. Maar die gele die haal ik straks hierheen, denk ik. Oh, wat zou beter zijn, die gele of die... Laten we straks de goedkoopste verkopen. Met een grotere gaat het sneller. Dus dan kunnen we dan meer verbouwen, meer winst maken en weet ik veel wat. Op die manier moet je rekenen. Oh ja, deze vogelverschrikker, die is raar. Maar die vogelverschrikker, die staat hier zeg maar. En die vogelverschrikker, die kun je omver rijden. Maar als je de save game weer oplaat, dan staat hij er dan opnieuw. Zie je, de vissing werkt fucking raar als je daar overheen wil rijden. Maar goed. Weed moeten we halen, dat is deze. Alles goed hier, vriend? Lijkt erop van wel. Of was daar al was aan het groeien? Weet ik niet. Zo, we staan eronder. Even zien. Laten we even kijken welke van de twee gaan we verkopen. Dat was mods. Oh, ik heb hier een mod ingesteld. Oké, prima. Tactos. Niet. Combines. Combines, zo heet dat natuurlijk. Die is goedkoop, dus die kunnen we verkopen. En wacht. Hey. Deze. Deze is slechter, maar is goed. Is duurder. Oké, prima. Misschien is deze topspeed niet zo snel, maar goed. Deze kunnen we verkopen. Wacht, dan hebben we hier natuurlijk ook van die dingen. En dan kunnen we deze, want die hoort erbij, die kunnen we ook verkopen. Zie je, dan hebben we ineens een groot kapitaal. Haha, we zijn rijk. En we worden rijk. En elke keer als ik een nieuwe savegame begin, dan haal ik gewoon dit even leeg en weet ik veel wat. Gewoon zodat ik wat geld kan krijgen. Het is gewoon voor mij een prima manier om geld binnen te krijgen. En deze trekker die doet hier nu niks. Maar we hebben jou hier straks weer nodig om... Ah, hij zit weer vol. Dat is vervelend. Dus om hem nu zo efficiënt mogelijk door te laten maaien, dan gaan we hem nu even leeghalen. En dan pakken we deze groene kaart straks weer op. Zie je, en kijk, dit is precies waarom ik die hier nodig had. Want mijn wiet die is nu zeg maar leeg. Zie je, die wietopslag die is leeg. Als het wiet is. Volgens mij is het wiet. Maar die is dus zeg maar leeg. En dan kan je... Ik moet er alsnog langs om daar het meeste waar van mijn geld te halen. Dus... Ik weet niet wat ik wilde zeggen, maar ik begrijp in mijn hoofd wat ik bedoel. Dus dit punt gaat sowieso nergens heen. Maar goed. Nou kijk, dus die wietopslag die daar is leeg. En wij hebben die groene tractor daar weer nodig straks. Omdat dit de laatste trip daarheen is om het zo goedkoop mogelijk te halen. Want corn, dat is de enige waar nog wat in zit. Oh, en ook in canola zit wat. Maar die corn kun je alleen bij de haven doen. Dus dan moet je ze daar zeg maar legen. Dus ik kom straks hier niet meer langs. Maar de haven zit helemaal aan de andere kant. Kan ik het zo laten zien? Ja, zie je er helemaal links achterin. Dan zie je een bootje liggen, weet ik veel wat. Dat, daar is zeg maar de haven. Kijk, en nu rijden we hier. Goed, deze kan weg. Is hier nog wat interessants? Nee. Hier nog wat interessants. Ja, zie je, corn, daar zit nog vol. En canola die zit, nou, niet eens vol meer, maar zit nog een beetje in. Hé, hey, dat liquid manure storage. Kunnen we die op leeg halen en verkopen ergens? Misschien wel. Oké. Oh kijk, je kunt ook bottles krijgen ofzo. Ik kan me daar iets van vaag herinneren. Dat er volgens mij 50 flesjes over de hele map zijn verstopt. Dus die moet zien te vinden ofzo. Maar goed, ik snap het niet. Heb ik nooit gedaan. Goed vriend, daar zijn we dan. Ik, voorbij, ik ga je legen. Ik zei, ik combine je. Leuk woordgrap, Jesse. Goed, doe die kijk maar even uit, heel goed. Cruise control op 1. En dan rijdt hij sneller, verrek. Zo, iets sneller vooruit. Dan kunnen we hier op 1 zetten. En je bent leeg. Ah, alsnog gaan wij een klein beetje vol. Omdat... Goed, prima. En dan hebben we deze vriend ook nog. Wacht, laat ik die even goed hierachter zetten. Want hoef ik niet achteruit te rijden met zo'n kaart. Dat is wel makkelijker. Wat ik ook wel een keer heb gedaan is een kaart voor de trekker en een kaart achter de trekker. Op zich is het wel lachen, maar besturen is echt moeilijk. Deze gaat, dank u. Hoe ver zit ik? Ik zit er tegenaan, hè? Ja. Ja, zo. Heel goed. Mooi. Zonder weer een zigzag dingers, maar goed. Laten we even, hem nog even legen. Hoi vrienden, komen we weer. Dan ga je weer legen. Doe het hier maar even in. Dank u wel. Goed, ook, we kunnen hier ook blijven staan. Met beide karren. En dat we... Ja, laten we dat gewoon doen. Laten we deze dan even terugrijden. En die moet uiteindelijk toch daarheen. En dan kunnen we deze even een andere laten... hoe heet dat? Ploegen of zo? Nee, niet ploegen. Even rooien. Wacht, we doen hier iets doms, want dit staat natuurlijk nu in zijn pad en dan kan hij straks niet door. Laten we hem even aan deze kant zetten, want dan kan hij straks zelf zijn pijp uitdoen en gaan leven. Dus de karren recht hierheen trekken. Zo zeg maar. Dan kan hij straks zelf leven. En dan kan hij weer iets langer door. Op zich is het trekje, nou, voor de tijd dat hij uitkomt, 2011, op zich is hij al redelijk nagemaakt. Alleen jammer dat die boer echt, dat is gewoon een stuk karton met een mond en een gezicht en weet ik veel wat. Hij zit ook echt niet tegen zijn rugleuning aan of weet ik veel wat, maar op zich ziet de game er nog redelijk uit voor wat in 2011 mogelijk was. Er zijn natuurlijk wel betere games, maar op zich is deze game prima. Ik weet niet, bij mij gaat het bij games niet echt om de graphics of weet ik veel wat. Het gaat bij mij met games meer om, is het een leuke game natuurlijk. Ik vind het beter als een game leuk of goed is of weet ik veel wat, dan dat hij mooie graphics heeft. Dan, bijvoorbeeld World of Tanks krijgt nieuwe graphics, dat zit in dat tijdstip. Kijk maar even wanneer de video is geüpload. En die graphics die zien er goed uit en dat is mooi. Maar de game die blijft hetzelfde en blijft leuk. Dus dat is gewoon een goede combinatie. Ik hoef niet echt een game die er echt grafisch echt ongelooflijk goed uitziet. Dat hoeft niet. Ik speel ook Rollercoaster Tycoon 2, dat is mijn favoriete game. Maar ik vind het gewoon een leuke game. Maar de game die is ook leuk. Maar er zit geen grafische elementen aan. Geen goede. Maar het maakt het voor mij juist leuk omdat dat niet eens wordt gedaan. Het is door één persoon ontworpen en die heeft daar 80 parken in gedaan. Dat is gewoon mooi. Goed, laten we hier even een worker huren. Dan kan ik dit even doen. En als deze klaar is kunnen we die daar even wat laten zaaien. En deze zit bijna weer vol, dus dan kunnen we deze trekker weer pakken. Heeft hij er iets in gedaan? Ja, we zitten nu op 70%. We zaten eerst op minder procent. 68 of zoiets. Dus houdt in dat hij een deel heeft geleegd. Dus we kunnen nog wel even bij hem rondkussen. Oh, wat we ook kunnen doen is trouwens met die groene trekker even dat... Hoi vriend. Stop right here. Jo, prima, niks aan de hand. Dank u wel. Ik bedoelde met die groene trekker. Wat de fuck heeft deze worker gedaan? Wat doe jij, vriend? Hoe je het gehoord van de rechte lijn? Prima, maar... Kijk, deze trekker, die kunnen we straks even naar die bemesting ophalen. Kunnen we er even wat overheen doen. En dan kunnen we dit ding wat sneller laten groeien. Sneller geld en weet ik veel wat. Goed, prima. Nu bestuur ik hem weer. Zetten we dit ding daarvoor alvast even neer. En dan kunnen we daar binnen doorweg. Ik wijs naar mijn scherm alsof er iemand naast me zit. Maar dan kunnen we straks links van die schuur en tussen de weg hier. Kunnen we even een binnen doorwegje nemen naar de winkel. Waar we die sproeier kunnen ophalen. Als er trouwens iemand is die zegt van yes, oh, je zo heet dat niet. Ik woon in een boerenomgeving, maar dat houdt niet meteen in dat ik er wat van weet. En natuurlijk heb ik vroeger ook in hooi gespeeld, heb ik daar een hut in gebouwd en weet ik veel wat, maar ik ben niet een boerenjongen. Ik vind het wel leuk, maar ik ben niet een boerenjongen. Ik ben gewoon een gast die houdt van gamen, een beetje de stereotype tiener op dit moment. Nou, niet tiener helemaal, maar half adolescent, weet je wel. I first need to fill this tool. Oké, dan moeten we even ergens water opzoeken. Ah, mijn voorbeeldjes raken niet altijd helemaal de grond. Houdt in dat hij misschien een klein beetje zwaar van achteren is. En dat we een frontgewicht nodig hebben. Maar fuck dat. Dat op zich zo grappig om te rijden. Extra uitdaging. Dus een klein beetje op snelheid zijn. Refill. Duurt lang. Kunnen we even doorgaan? Dank u wel. We zijn halverwege, dus. Daar zijn we. Dan kunnen we dit ding uitvouwen. Als we dat even niet doen, want dan kunnen we straks iets meer tussendoor. Kijk, dit is op zich een klusje die heel snel gedaan is, want ik kan hem nu niet meer besturen. Kijk, en ineens gaan we opzij. Hoe ver komt dit ding opzij uit? Zo, oké, dan moeten we even zo rijden. Dan kunnen we B drukken. Dan gaan we nu vooruit. Ik hoop niet dat dit te snel gaat. Lijkt erop van niet. Dus hier heb ik een bocht in. Zo. Kijk, dit gaat mooi. We hebben het hele landje besproeid. Bijna. We moeten hier nog even wat. Oh, dat gaat geweldig. Zie je? Kijk. Dat ging snel. Mag je meteen uit? Anders verspillen we van die kostbare troep. En zetten we dit ding even hier ergens neer. Wordt dit opgevouwen? Wauw, prachtig mooi. Hier zo zetten we hem neer. Dan kunnen we deze deze trekker hier weer laten automatiseren, dat hij hier wat canola gaat planten. Zo. Laten we hier een... Laten we hier trouwens een beetje recht voor zetten. Dan gaat die worker hier niet zo raar doen als daar. Juist, er staat ze erin, dus dan huren we een werker. En gaan we even naar deze toe. Kan deze hem weer even legen. Zijn veldje is trouwens ook bijna klaar, dus hoe vol zit hij nu? Hij is nu op 80%. Dus met 80% klapt hij zijn ding uit. Oké, handig om te weten, voor in de toekomst of zo. En wat ik nu merk is dat, omdat ik nu echt zo lang zit te lullen, mijn keel ook echt half schor wordt. Eén eerst maar eens. Kijk, ik moet deze even vol zien te krijgen. Deze rode. Is hij nu vol? Laten we even kijken of hij nu nog wat erbij wil doen. Nee, dus dan zit de rode vol. We kunnen nu de groene vol gooien. Dus even zorgen dat zijn sproeier boven blijft. Het is geen sproeier, het is een... Ja, geen idee hoe het eigenlijk heet. Ik heb geen idee hoe het heet. Een arm of zo. We zijn er bijna, dus... Mooi. Hij is helemaal klaar. Dus dan rijden we deze beide straks even terug naar voren. En dit ding wordt ineens vet sloom als er twee volle karren achteraan zitten. Oh, yes, natuurlijk. Natuurlijk worden ze stom. Ik kan deze zin niet eens normaal uitspreken. Nou Jesse, natuurlijk worden ze sloom als er zoveel gewicht achter zit. Ja, dat klopt, dat weet ik. Goed, laten we jou even legen. Ik hoop dat ik even weg kan tappen als hij leegt. Ik kan natuurlijk ook wegtappen als ik wil, maar goed. Ik hoop dat het ook zo is als hij leegt. Goed, even zorgen dat... Zo zit ik boven. Zo dan. Zo, ja. Kunnen we jou even terugrijden? Laten we jou even omhoog doen. Uitdoen. Zo. Nee. Goed. Gaat hij uit? Jee. Zo. Dan laten we jou even terugrijden. Gaat hij daar nog door met legen of niet? Ja, lijkt me wel. En dan kunnen we deze ook even legen. Moet ik op Q drukken in plaats van tab? Ik weet niet waarom, maar dat heb ik dus blijkbaar regelmatig. Dat ik zeg maar in plaats van op Q op tab druk. Omdat ik Nou, dan switch ik naar andere trekken, maar goed. Op zich, hoeveel hebben we nu? 190.000. Op zich is dat een redelijk strak centje. Hij is nu helemaal leeg. Ja, moeten we ook niks meer gaan halen. Anders kan die canola er straks niet in. Ik hoop trouwens dat die canola een klein beetje doorgroeit. Is op zich wel mooi als het gebeurt, zeg maar. Dit ding rijdt trouwens niet helemaal echt door of zo. Zou hier trouwens een kar achter kunnen? Nou, waarschijnlijk niet, maar... Op zich zou het beste uitvinding zijn. Hier achter een kar, want dan kan je zijn eigen troep... Voor mij kan dat op zo'n kroon, weet ik veel wat. Er zit zo'n buis op, die kan er naar achteren sproeien in zijn eigen kar. Op zich wel handig. Ons geld gaat trouwens wel naar beneden. Maar dat komt natuurlijk door die werkers. En het maakt me op zich vrij weinig uit dat dat gebeurt. Want ik verdien alsnog meer dan meer met dit dan met die met al dat troep verkopen en weet ik veel wat. Dan met dit klooien. En met die workers. Dan moet ik echt anders zeggen. Yes, want dit is echt niet logisch wat je nu zegt. Ik verdien meer met het troep verbouwen en verpatsen dan met het, dan ik kwijt ben aan het work huren. Oh kijk, zie je, daar wordt een veldje al groen. Dat is mooi. Ik hoop trouwens dat die rooien een klein beetje opschiet en niet dat ze elkaar in de weg gaan rijden. Maar dat wil ook nog wel eens gebeuren. Dat zeg maar en die cultivator op veld rijdt en die strooier. Dat die cultivator zeg maar niet helemaal door. Dat die niet helemaal doorrijdt, waardoor die constant het land wat al gedaan is gaat cultivaten. Ik ben benieuwd wat hij hier gaat doen met die vogelverschrikker. Gaat hij er recht overheen of... Ja, natuurlijk gaat hij er recht overheen. Neemt hem even mee, wordt logica. Goed, ik zet jou hier alvast klaar. Goed, jij bent klaar, dus ik kan jou ook mooi mee naar huis. Moet ik jou ook weer naar huis brengen, Loekie. Kijk, zo. Mooi. Ik ga niet helemaal als ik een scherpe bocht, maar dan gaan ze beide even helemaal scheef en weet je wel. Goed, nu terug naar huis, naar de silo's ophalen om troep naar de haven te brengen en om troep naar de molen, de meel. Nou, dat is geen molen natuurlijk, maar naar de meel toe brengen. Geen idee wat... Zo, pardon. Geen idee wat de meel eigenlijk is. Nee, wacht, in principe hebben we nu genoeg geld voor zo'n balenpers. Dan kunnen we dit gewoon doen en dan balen. En, stel je voor dat hij in de fik vliegt, dat zou balen zijn. Een balenpers in de fik, dat is balen. Ah, leuk. Dat is een grap die ik ooit een keer heb gehoord van een collega van mijn vader. Dus... Gewoon het hele werksfeer daar. Het is gewoon één grote... klootbende. Dan zijn er alleen maar aan oude hoeren. Ja, en natuurlijk werken. Ze doen hun werk prima, maar terwijl ze aan het werken zijn ze alleen maar met elkaar aan oude hoeren. Echt. Maar goed, dat doen volgens mij vaders over het algemeen wel. Dus bij mij is het niks anders. Op zich ziet hij er wel komisch uit. Een trekker, een oversized kar en dan nog een oversized kar. Maar eigenlijk is die groen al oversized voor dit ding en dat is nog een slag groter. En die nog slag groter, die is eigenlijk oversized voor alle trekkers in dit spel, vind ik. Maar goed, ik weet niet hoe ze dat in de echte wereld doen. Of ze daar ook van die grote karren rondrijden. Misschien in Amerika of zo, maar in de buurt waar ik woon niet. Daar hebben ze... Nou, echt gewoon goede grote trekkers. En daar hebben ze dan, nou, maximaal de grootte als deze rooien hier. Veel grote karren hebben ze hier niet. Ik hoop trouwens dat mijn, hoe heet dat nou? Mijn canola een beetje doorgroeit. Laten we gewoon daarvoor zorgen dat ik gewoon één oogst eraf krijg voor het eind van de aflevering. Laten we daarop hopen. En dit ding kunnen we nu groot kunnen vullen met korn en de kleine met canola. Dus laten we dat gaan doen. Op zich schiet het zaaien en het... Wat doe jij met de vogelverschrikker? Even kijken. Niks. Gelukkig. Zo. Mijn stem wordt een klein beetje droog. Misschien moet ik wat water gaan halen ofzo. Het is nooit echt dat ik een opnamesessie heb van ruim een uur of zo. En ik zat eraan te denken om straks ook nog Civilization te doen. Nee, daar heb ik geen zin in. Dat gebeurt morgen wel ofzo. Zo, in principe kunnen we hier ook nog via de andere kant in rijden. Dat is op zich nog wel makkelijk. We hoeven niet achteruit te rijden met twee karren. Achteruit rijden met één kar, ja dat kan ik. Prima. Achteruit met twee is iets moeilijker. Zo, kijk. Kijk, dat gaat snel. Oké, hij is nu al leeg. Dat valt me tegen, maar goed. Laten we dit even gaan wegbrengen. Kijk, die kunnen we ook hierin gooien. En dan komt het automatisch in deze silo's. Zodat ik het later kan legen. Nou goed, ik leeg het nu allemaal, want nu heb ik geld. Laten we even de cruise control aanzetten op de 3. Dan gaat hij het snelst. Dat is echt mooi. Trouwens, de auto's die ze in deze game hebben. Lelijk! En het ligt niet aan de graphics, nee, gewoon het design van de auto's. Lelijk, echt waar, heel lelijk. Echt waar, lelijk. Gewoon heel erg lelijk ofzo. Goed, hè? Zal wel zo zijn. Oh, op zich zijn de bootjes hier wel grappig. Nee, wat ik eigenlijk regelmatig doe, is er zijn ook trekkers met hefvorken en weet ik veel wat. En dan pak ik een auto op en die gooi ik in het water. Vind ik ook wel grappig. Dat moet je ook wel een keer doen ofzo. Als jij trouwens deze game hebt, laat het achter in de reacties. Misschien heb ik... Lul. Wat een gigantische lul. Reisboer, dank u wel. Als je deze game hebt, dan kunnen we misschien een keer wat samen doen. Kunnen we samen hier met de kust of weet ik veel wat. Eventueel neem ik dat op, dus dat gooi ik ook op mijn kanaal. Ook als je deze video pas een jaar na dato kijkt. Laat het alsnog even achter, want ik heb zeg maar een melding. Dan krijg ik alle reacties te zien die mensen op mijn kanaal achterlaten. En dan kan ik alsnog wel contact met je opnemen. Dat is echt wel grappig. Goed, laten we deze hier even legen. Dan gaan we een klein beetje sneller. Want dit ding is nu echt erg traag. Zo, kijk. Even mooi ervoor staan. Zo. Wat er net in beeld kwam te staan was... corn is not accepted hier. Omdat corn hier niet wordt geaccepteerd. Omdat dat een van de beste vertalingen ooit was. Omdat jij dat misschien zelf ook wel was. En corn is... mais. Ja, dat was het woord dat ik zocht. Mais. Weet je wel, popcorn? Dat is ook mais. Goed, laten we deze even legen. Dan kunnen we deze twee karretjes ergens dumpen. Daar kan ik ook een kar verkopen. Misschien wel. Die kleiner dan. En daar hebben we ook weer wat geld. Bijvoorbeeld voor een balenpers of zo. Ja, laten we daar Laten we even een balenpers kopen. En dan zorgen dat we de oogst daarvan even mooi krijgen. Dat we even balen kunnen maken en dat we die balen ook kunnen verpatsen. Goed, dan moet ik even zien. Waar is de verzamelbak van deze? Ligt die hier ofzo? Of... Nee, wacht, daar is nou een i'tje. Of is het daar? Ja, daar is, daar moeten we heen. Dit schiet trouwens echt niet op. Dat deze man nog steeds met een lach op zijn gezicht zit. Dat... Ik zou dit niet als beroep kunnen doen. Echt niet. goed beetje naar verder vooruit. Zo, ja, kijk. En dan kunnen we dit helemaal leeg en dan hebben we geld. 250.000 jong. Bijna 260. Als we die werkers niet even hadden ingehuurd, hadden we 260.000 kunnen hebben. Kunnen trouwens, als we op de shop drukken, rijden we er dan door. Voor mij rijden we er dan door. Nu waren er nog 2 deuren te zien. Ja, nu 0. We rijden gewoon door. Mooi. Dan kunnen we in principe gewoon zo. Dan kunnen we even kijken wat. We hebben nog een leuke tractor gekopen. Deze Deutsch Agrotron. Oeh, een frontloader. Die is bezig, want dan kunnen we zo'n vak kopen. En dan hebben we een balenpers. Dan hebben we deze nodig. Maar deze kan in vakjes doen. En dan kunnen we met een bepaalde kar. Is dat ook een automatische balentreden? Of staat hij hier? Ja, hier, deze. Oh, die is ook weer zo duur. We moeten eerst een paar oogsten voltooien. Hoe goed rijden we nu door? Ja, goed. Kunnen we daarheen? Even zien. Laten we trouwens sowieso even een kar verkopen. Deze. We kunnen iets sneller rijden. En dan moeten we even zien. Laten we die balenpers alvast kopen. En dan ook even een betere tractor. Laten we dat doen. Kunnen we die... Nee, daar moeten we meer voor hebben. Dus we even het oogstje doen. En dan... Oh kijk, we komen hier prachtig mooi de weg uit. Zo, dat rijden we nog even verder doen. Dus... Een oogstje moeten we nog doen. Even zien, moeten we hier nog wat van hebben? Hier nog wat leuks bij. Frontgewicht, op zich wel grappig. Maar moeten we die kar hebben en moeten we wat... Ah, plus. Goed. Zo, even hier doorrijden. Moeten we even zorgen dat we een... nee, deze moeten we hebben. Deze. Dat we een beeldvorm. Ja, dat moeten die ook sowieso hebben. En we dat we dan straks zeg maar genoeg geld hebben voor een, hoe heet zo'n ding? Zo'n frontloader. We kunnen dit anders wel weer even bewateren. Ik weet niet of het wel sneller gaat. Maar goed, we kunnen het wel even doen, want dan hebben we wat te doen. We kunnen trouwens ook deze trekker verkopen en dan... zo'n grotere herkopen. Wacht, zijn deze twee hier nu echt heel erg... Nee, volgens mij. Gaat hier wel goed, volgens mij. Ja, zie je, gaat geweldig. Jij hoeft nog niks te doen, want het is daar nog niet klaar. Dus dat gaan we nu even besproeien. Zorg dus dat het daar klaar wordt. Maar is hij nog besproeid, maar goed. Dus we moeten op cruise control 2 staan. Oh, wacht, dat deden we toen geloof ik ook. Zo, en dan in 3 slagen het hele veld afmaken. Ik slinger een klein beetje omdat ik niet rechtuit kan rijden. Zo. En op deze punt hier hebben we op dit eind. Zo, weet je wel? Kijk. Prachtig. Zo, klaar. En uit. En dan vouwen. Kunnen we jou trouwens wel weer bij de hervulling zetten. Als je nou deze trekker verkoopt, dan krijg ik een bepaald... geldbedrag. Het geldbedrag is 14.000. Ah, ik kan ook vinden dat ik die andere verkoop. Dat is zeg maar random ofzo. En dan kunnen we deze 14.000. Dat kunnen we dan nog niet kopen. Dus moeten we echt wachten op een bepaalde oogst. Dan laten we dan misschien even wachten op... Hé, wacht, we hebben natuurlijk een balenpers. We kunnen even zorgen dat we zeg maar, die andere binnenhalen. Of hebben we die balenpers wel gekocht? Nee, ik weet niet wat er nu hier allemaal staat. Ja, wel een balenpers. Die hebben we gekocht. Oké, mooi. Oh ja, en zo'n voorlader. Iets. Ding. Zo, deze even mooi ophalen. Kijk. En dan kunnen we hier even mee kloten. Laten we trouwens even de berg wegnemen. Dat is ook wel een mooie weg. Dan zien jullie die kant van de kaart ook even. Op zich wel mooi. Kijk, zie je, op zich is dit nog wel vrij bekende weg. Hier staat het balen aan. En dat doet hier niks. Maakt hier raar geluid. Maar van de rest is er vrij weinig interessants dat er gebeurt. Dat is trouwens hier even binnendoor, want dit gaat toch sneller hier langs. En we gaan toch niks slomer omdat deze game zulke geweldige physics heeft. Ik denk trouwens dat ook een deel van de physics niet werken om de game wat sneller te laten gaan. Maar iedereen hier rijdt ook echt in een lelijke auto. Het is van veel te klein of weet ik veel wat, elektrisch met zijn zonnepanelen op zijn dak. Dus ook echt. Ik heb nog nooit een auto gezien met zonnepanelen op zijn dak. Wacht, kunnen we trouwens niet. Hey, first person. Wauw, vet mooi. Kijk, dat had deze game al wel. Dat is op zich wel grappig. Vet mooi dat het stuur gewoon echt helemaal scheef staat. En dit verloopt ook echt helemaal snel. Hallo auto. Doei auto. Even zien, welk veld hadden we daar? Eén van die twee geloof ik. Dus laten we er even heen rijden. Oh, wacht, dit heb ik nog nooit gezien in de first person. Dit is echt... What the f... Ik blijf nu echt met mijn ding heel constant op en neer. Dit heeft geen zin. Er klopt niks van. Oh, hier mogen we dus niet langs. Heb het jammer. Dat is teleurstellend. Nou moeten we dus hier wel om de vangrail heen. Dat we net zo goed daarheen kunnen gaan. Dus zo van daar naar daar. Dat is wat sneller geweest. Zo. Kijk, gaat goed. Niks aan de hand. Op zich is first person spelen ook wel grappig. Maar ik speel niet heel graag een game in first person. Ik vind third person toch ja, wel handiger. Dan zie je meer van de wereld om je heen. Want nu kan je bijvoorbeeld hier achterin kijken wat je met first person niet had gekund. En zie je dat hier echt nou, niks interessants is. Even zien, zijn we er al bijna? Ja, we zijn er al bijna. Echt het piepgeluid wat die telefoon steeds maakt. Leuk hè? Ik weet trouwens niet of we voor deze wel een gast kunnen huren. Kan dat? Trouwens. Ik denk het niet. Goed, laten we deze troep even pakken en dan kunnen we pakjes maken. En er komt straks een pakje uit, als het klaar is. Kijk, dat weet ik dan wel weer, dat zo'n ding een pakje heet. Zie je wat geproduceerd en die komt er langzaam uit. Ik weet niet, kunnen we één rij maken, kunnen we van één rij een pakje maken? Weet niet. Goed, even een bochtje. We kunnen deze even ophalen. Zo. Kijk, en zo kun je dat, dan dit helemaal leeghalen. En dan gooi je pakjes overal op het veld. En dan kun je hier met 50 lang rijden met zo'n automatische balen troep elkaar, weet je wel. En dan kun je al die baaltjes oppikken. vind trouwens deze balenpers wel fijner dan die andere. Want met die andere, dus zeg maar, die kun je niet... Deze kun je lekker mooi doorrijden. Met die andere, dan moet je, als hij vol is, moet je wachten. Dan klapt de achterding open, dan komt er zo'n zo'n pakje uit. En dan moet je echt blijven staan, want anders pak je echt geen stroom meer op ofzo. Beetje teleurstellend. Goed, hier weer goed opkomen. Want dat kunnen we weer op een mooi tempo doorrijden. Op zich zou het ook wel handig zijn als ik nu zo'n schudder rijtjes maken, weet ik veel wat. Ik weet niet hoe zo'n ding heet. We noemen het thuis altijd de rijtjes maken als hij weer bij ons bezig is. Kijk man, de rijtjesmaker is weer bezig. Ja. Nou, dat is zo'n ding, die altijd rijtjes maakt, weet je wel? Vandaar die naam. Als je zo'n ding hebt, dat alles op één hoop komt, wordt dat dan gezien als, nou net zoals hier, één hoop? Of wordt het dan gezien als dit alles samen? Dat het dan echt een gigantische hoop wordt? Dat weet ik eigenlijk niet. Moet ik een keer gaan testen ofzo, als ik vrije tijd heb. Ik heb nu vrije tijd, want het is vakantie. Maar goed. Kijk. Het gaat mooi. Het gaat prachtig mooi. Ik ben al uren aan het opnemen. Ik voel dat ook wel aan mijn keel op zich. Die wordt vrij droog. Moet ik straks even wat drinken. Hoe gaat het trouwens op de andere velden? Oh kijk, jij bent bijna klaar. Jij schiet ook wel redelijk op. Dit gaat ook zijn gangetje. Laten we gewoon doorgaan. Ook wel aanzetten. Dan slaan we weer een stukje over. Nou, die pakt er straks wel mee, denk ik. Als we ooit een keer alle kleine dingen die vergeten zijn meepakken. Maar kijk, hier kun je mooie pakjes van maken. Op zich wel mooi. Dit duurt trouwens wel een klein beetje lang. Zal ik hier even een knipje maken totdat we klaar zijn? Nee, dat doe ik niet. En dan kan ik zeg maar... Ondertussen heb ik dan ook die troep en weet ik veel wat. En weet je wel, die... God, ik weet niet hoe je dat moet noemen. Maar dan heb je die... weet je wel, die velden met die cultivator en die zaaier. En dat is dan helemaal klaar. En dan zit ik weer midden in de knip en weet ik veel wat. En dat wordt onhandig, dus ik lul gewoon door. Want het is sowieso al een tering aan video. En als je hier kijkt... Jongen, je bent baas. Hey, als je hier kijkt, als je tot en met hier kijkt, hè. En wat ik nu ga zeggen, heb je de tijd tot einde van oktober, dus dat is 30 oktober. Dan zeg jij in de reacties van, nee dat zeg je niet in de reacties, ik moet even denken, stuur mij een privébericht op YouTube. Zo van, Jesse, ik heb hier gekeken. En dan krijg jij... koop ik deze game voor jou via Steam. En dan krijg jij hem. Weet je, dat kunnen we afspreken. Dus voor 30 oktober. En je kijkt tot en met hier. Dan koop ik deze game voor jou van Steam. En dan... stuur ik jou de code toe en weet ik veel wat. Dus stuur dat dan in een privébericht naar mij via YouTube of via Twitter, wat je wil. Maar doe even iets. Zeg dat je dan op dit tijdstip in de video bent gekomen. Dus gewoon, nou, doe dat. Het staat hier allemaal op een rijtje wat je moet doen. Er staat even een seconde in beeld, genoeg om de video op pauze te zetten. Dan zien mensen als ze ineens door de video heen scrollen, hé, wat staat hier allemaal? Die kijken hier niet eens. Maar goed, weet je. Ik verwacht ook niet dat het hier wordt bekeken. Weet je, zo interessant ben ik nou ook weer niet. Er zijn echt mensen die deze game leuk vinden. Die zullen misschien tot hier kijken, eigenlijk, wat nieuwe kijkers of zo. Maar, hè? Dus, het stond net allemaal in beeld wat je kunt doen. En nou, doe je best als je tot hier kijkt. Ik denk dat niemand dit ziet. Dus ik zit een klein beetje mezelf te lullen. Ik kan hier mijn diepste geheimen gaan vertellen, want niemand gaat dit toch zien. Maar goed, ik zit trouwens te denken, want ik moet deze video uploaden, want ik zit nu op te nemen. Dan moet ik hem eerst via Premiere Pro even renderen, zodat mijn Vegas dit bestand kan lezen. Want ik neem wel een MP4 op, maar er zit een, weet ik veel, een bepaalde versleuteling op. Het is geen echte versleuteling, maar er zit iets op waardoor Vegas hem niet kan openen. Dus moet ik hem eerst door Premiere Pro halen voordat ik hem eindelijk een klein beetje goed kan renderen in. Of goed kan bewerken in Vegas. Oh, wacht. Je gaat nu een klap horen. En die klap zorgt gewoon dat er een geluidspiek zit in de video. Dat ik even moet onthouden wat ik net allemaal heb gezegd. Dus vandaar. Die klap die is er uitgecanceld. Vrij erg. Weet je wel, dat is gewoon verlaagd. Maar goed, geen gelul. Ik moet leren video bewerken in Premiere Pro. En daar moet ik de tijd een keer voor nemen. Want ik moet nu constant door Premiere Pro halen. Ik weet hoe je een video kan renderen, maar niet helemaal bewerken. Want Vegas werkt voor mij echt lekker. Dus dat. Wacht, andere veldjes. Deze. Jij staat in de weg voor mijn zaaier. Dat gaan we jou heel even doen. Doen we jou even omlaag. Cruise control 1. Kunnen we dit hier even doen. Anders gaat het niet helemaal goed met die zaaier. En dan blijft hij een klein beetje in het stof. Hé, hey, kijk, dit is een mooi, op zich, mooi effect. Goed. Kijk, anders kan die maaier niet doorrijden. En dat is vervelend. Want sowieso heeft mijn... Heb jij dit al compleet verneukt wat je hier doet? Oh, kijk, hey, kijk, daar heb ik canola. Die is bijna klaar. Zo. Kijk, perfect. Kan jij nu hier gaan staan en kun jij gaan besproeien? Laten we dat even gaan doen. Even een onderbreking van hooibalen doen. En gaan besproeien. Dat gaan we doen. Even goed achteruit rijden. Dus dit gaat helemaal lekker. Ik heb nog geen rijbewijs. Mijn auto doe je het ook niet met WASD. Maar goed. We zitten mooi op de grond te rijden met dat ding, dus schuur dat lekker. Goed, is deze grond hier nog nat? Ja, lijkt het ook wel. X, een vol sprayer. Sprayer, yes, sprayer, niet sprayer. Zo, dat kunnen we aandoen. Cruise control 2. Zorg dat het een klein beetje doorgroeit. Dan kunnen we deze oogst doen. Kunnen die pakjes ophalen. En dan kunnen we dan de video afsluiten. Eerder ga ik de video niet afsluiten. Tenzij er ineens een vliegtuig neerstort hier in mijn voortuin. Dan sluit ik de video af en ga ik daar mensen helpen. Nee, dan sluit ik de video niet eens af. Maar dan ren ik gewoon naar buiten om die mensen te helpen. Fuck de opname. Op dat moment. Maar goed, op de planning staat... dat we dat gaan doen en dan sluit ik de video af. Laten we even meneer Vogelverschrik ook nat maken. Het verandert niks aan hem, maar hij is wel nat. Kijk zo. Kijk, gaat mooi. Ik weet niet of het al effect heeft als... ik zeg maar dat anderen nu ook gaan besproeien. Zeg maar dit zo. Heeft vast wel effect. Ja, want de grond is nat, dus. Anders ik hoop dat het effect heeft. Mijn zaaier is ook klaar. Daar ben ik het nog net niet helemaal mee eens. Want daar is nog een klein strookje land die, of waarvan ik vind dat dit ook gedaan moet worden. Is ervan. Succes. Ja, jij. Er zit ineens een gat in onze sproeiing. Vind ik niet fijn. Er zit hier ook een heel gat daartussen. Wordt ook niet. Maar goed, we doen het maar mee. We rijden weer te snel. 2. Dit laatste deel van de besproeiing hier gaat echt helemaal precies zoals het moet. Er zitten hier breuken in mijn... breuken. Gigantische dingen die niet kloppen in dit ding, maar goed. Ik vind het trouwens ook wel grappig dat iedereen hier hetzelfde type boot heeft. Nu gaat de zaaier weer in mijn weg staan. Of niet? Ja, kijk, die stop je nu. En dat is niet de bedoeling. Jij aan de kant, vriend. De trekker stond net nog aan. Je kon er net ook in rijden. Start even snel op, oké? Dank u. Hier. Deze aandoen. Mooi. Doorrijden. Dank u wel. Ik ga op zich best wel mooi. Als ik de sproeier aan laat staan en ik ga hem ineens vouwen. Zou hij dan nog steeds aan blijven staan? Dan gaan we hier testen. Ja, blijft hij mooi aan staan. Op zich wel grappig. Dan kun je in principe dit hier ook doen. Zo. Op deze manier. Dit is nog een klein stukje. Die nu ook gedaan is. Kunnen we hem uitdoen. Bij B, dus daar. Ik zit ook echt om de toetsenbord te zoeken. Zo van, shit, waar is dat knopje nu? En bij de meeste games die heb ik zo vaak gespeeld. Dat kan ik echt, zonder te kijken, kan ik er gewoon aanwijzen van, hé, het knopje zit daar. En sla ik meteen in één keer goed aan. Goed. Klaar? Jij bent ook klaar. Jij bent nu aan het doen, maar jullie moeten ook wat gaan doen. Als ik jou nu eens naar de overkant stuur, kun je daar even een land doen ofzo? Een landerij? Vast wel. Dan gaan we gewoon doorplanten. Misschien dat ik ooit nog een tweede aflevering van deze game maak. Denk het niet, maar stel je voor. En dan kunnen we hier jou automatisch in zetten. Want dit is zijn het veld is. Nou, laten we gewoon deze hier doen. Als ik nu zeg maar, kan ik zo al zaaien of nog niet? Nee, gebeurt vrij weinig. Shit. Oké, prima. Goed, jij mag doorrijden. Dan gaan we hier weer mee verder. Ik heb ineens een slim idee gekregen. Zullen we hem aanzetten? Lijkt me een vrij goed idee om hem aan te zetten. Zorg dat hij er ook recht voor staat. Zo. Cruise control aan. Kijk, zie je, gaat het zo weer. Geweldig. Dan gaan we dit deel even doen. Ik vraag me ineens iets af. Als je er maar een... Nee, wacht, dat werkt niet. Dat heb ik een keer getest. Nee, ik zat te denken van, als je nou zo'n cultivator, dat blauwe ding, weet je wel, voor met een trekker zet en een zaaier zet je erachter. Kun je dan op die manier zorgen dat één trekker gewoon een heel land onderhoudt? Op zich wel mooi om... Nee, ik weet hoe het werkt, maar op zich wel mooi als het werkt, maar het werkt niet. Helaas. Want dan moet je het zelf doen, maar dan moet je een werker huren. Je moet sowieso hier een cultivator heen. Dat is dit trekkertje. En die andere zit daarmee naar balenpers natuurlijk. Die canola daar groeit lekker door. Houden zo. En ik sta hier niet lekker voor. Nu wel. Kunnen we mooi aanknopen. Eraan doen. Ik hoop dat deze een klein beetje doorgroeit. Dan kunnen we dit snel. Oh, hey, kijk, hier is het klaar. Oh, lekker. Net zoals ik erover heb, dan groeit hij helemaal. Chill. Dan kunnen we daarmee een werker huren. En dan kunnen we weer met die rode trekker naar huis. In principe kan ik die balenpers dan weer verkopen. Laat ik het niet doen. Maar in principe kan het. We gaan hier even een werkertje huren. Werken, dat gaan we even niet doen. We gaan hier mooi recht voor staan. Zo. Succes. Laat ze jou even wachten. Weer even een werkertje op deze. Zodat je dit mooi kan doen. En dan ga ik mooi door met deze. Aanzetten eerst, want dat zal me niet een tweede keer overkomen. Dat hij ineens doorrijdt zonder dat ik hem aan heb, maar goed. Op zich gaat het wel mooi, gaat het lekker rustig. Wat vind je er trouwens van dat dit een eerste video is dat die ruim een uur lang is? ik zit naar de tijd te kijken en dan denk ik zo van, joh, een half uur geleden was ik nog daarmee bezig, maar dat is echt al een uur geleden. Ruim. Anderhalf uur. Alles wat ik hiervoor heb gedaan, dat voelt nog zo dichtbij, omdat ik maar één ding, en dat is de games spelen, tussendoor heb gedaan. Eigenlijk zou hier ook een werk voor moeten kunnen huren, maar dat werkt helaas niet. Maar goed. Op zich wel mooi dat we in principe in één speelsessie van, nou, vrij arm naar vrij rijk zijn gegaan. Ik weet niet, met hoeveel geld begonnen we? Geen idee. Zou ik een nieuw game moeten opstarten, kijken hoeveel geld ik dan begin. Het is over het algemeen altijd hetzelfde. En die andere is dus nu mooi aan het oogsten. Er moet daar wel even een trekkertje heen. Wacht, dan kunnen we misschien dat ene veld half cultiveren voordat we een... Ja. Dan moeten we op een gegeven moment die zaaier ook stoppen. Over zaaier gesproken, kunnen we er even heen. Deze werking, die kan ik echt niks, hè. Prutsen. Dit ding gaat trouwens achteruit niet. Achteruitrijdend is dit ding niet vooruit te branden. Wijze woorden van Jesse Sneeuw. Oh kijk, jij gaat het lekker. Kun je dit hele... Ja, deze kun je wel helemaal oogsten voordat je vol zit. Aan, vooruit. Dit was op 3 of werkt dat weer net niet? Ik moet daar weer don't drive too fast te staan. Anders is 3 gewoon veel lekkerder om op te rijden. Nee, dit gaat prima. Dit gaat trouwens ook versnellen. Heb ik net de hele tijd op 2 zitten doen. Of misschien de eerste sessie op 3. Nee, ik weet niet. Ah, gewoon lekker op 3 doorbroezen. Wat vinden jullie trouwens? Je kijkt hier niet eens meer. Dat ga ik niet vragen. Dat ga ik niet vragen. Dat ga ik niet vragen. Als je ervan vindt dat het kutgames langer zijn. Want hier kijkt toch niemand, ik krijg geen reactie. En dan denk ik weer in mezelf, oh, ontevreden, oh, waarom heb ik geen reactie? Oh, kut. Zo. Op zich is het wel lekker om even zo'n relaxed spelletje te spelen. Wel kut dat ik er constant overheen moet praten, want ik voel mijn keel nu echt wel branden. Nou, branden, niet echt helemaal, maar hij doet wel pijn. Trouwens, we moeten nog echt tering veel geld krijgen. Voordat we trouwens en een betere trekker en een betere baan. Nou, laten we sowieso die kar moeten krijgen. Die trekker hoeft niet eens per se. Al is wel makkelijk dat we snellere trekker hebben. Nee, wacht, die trekker hebben we wel nodig. Kut. Ja, nee, die trekker hebben we wel nodig, want daarmee kunnen we, zeg maar... Dat ging niet lekker. Maar daarmee kunnen we die balen, die kan maar zoveel balen bij zich hebben. En die moet zich op een gegeven moment uitladen. En als hij dat doet, dan zet hij ze allemaal op hoop neer. Dan moet jij nog met een trekker ze allemaal naar binnen krijgen, zodat je geld kan verdienen en weet ik veel wat. Dus dat is onhandig. We kunnen sowieso trouwens wel die palen even kopen. Want als het goed is rijden we nu door. Daar stond het bij. Trailers. Emplacements. Nu moeten we even terug naar die emplacements als we mooi recht voor dit rijtje staan. Zo, nu staan we er mooi recht voor. Dus deze kunnen we afmaken. Emplacements. We kunnen die onderste kopen. Dus hebben die gekocht, dan staat die bij de top. En dan moeten we nu alleen nog zo'n trekker hebben, want die vork die hebben we al. Dus moeten we nog 160.000 hebben. Hoe gaat het trouwens met mijn oogstje van mijn canola? Laten we daar ook even naar kijken. En nu? Jij bent voor mij echt helemaal scheef in je hoofd, maar goed. Oh, jij bent halverwege. Dat is trouwens jou even. Laten zaaien. Ja, gewoon even zaaien. Doe even beter dan dat die andere werker doet, want die bakt er echt geen zak van. Kijk, hier gaat het nog prima. Oh kijk, dit is ook al bijna klaar. Zeg wel mooi. 3. Aan. Gaan we weer. Voordat ik vergat hem aan te doen. Op zich vult dit ding zich vrij snel. Ik vind op zich wel knap dat mensen zeg maar zoiets kunnen uitvinden, dat automatisch zulke soort dingen maken. Hoef je het zelf niet te doen. Op zich wel makkelijk. Gewoon even lekker rechtdoor. Ik weet niet, maar des te verder ik in de video kom, des te minder ik eigenlijk de dwang vanuit mezelf krijg om te lullen. Dat is, ik weet eigenlijk dat hier geen mensen meer kijken. Ik ben niet de grote YouTuber ofzo. Ik heb abonnees. Ja, niet veel zomaar. Ik heb abonnees, maar die mensen die vinden mijn video's niet zo geweldig. Ik denk dat de juiste mensen van mijn video, die mijn video's leuk vinden, die hebben mij nog niet eens ontdekt. En mensen die echt elke video helemaal afkijken, die hebben mij nog niet ontdekt, denk ik. Dus er moet ooit een keer komen. En misschien dat ik één iemand tussen heb zitten die het zo doet, maar dat denk ik niet. Oké, kijk, deze is... Kunnen we hier even mee pakken? Chill. Voor auto, we gaan even over je heen. Hier kan ik af alsjeblieft. Dank je wel. Zo, hebben we auto even op singles. Half. Dat vond ik trouwens wel heel vaak mooi om te doen. Gewoon met zo'n trekker. Met zo'n vork voorop. Auto's optillen, in de sloot duwen. Dat was het mooiste. Ja hoor, natuurlijk heb ik dit probleem. Jij, werk er even aan de kant. Ik kom er trouwens al achter dat jij ook helemaal niks bakt van rechtshaaien of zo. Goed, hou maar zo dan. Goed. Jij gaat even naar de kar toe rijden, die kar is daar en dan kunnen we die proberen te verkopen. Even uit. Jee, moet uit. Zo, duurde even. Met B ging die ding dus uit, de pijp. Pijp natuurlijk, pijp. In plaats van... Ik weet niet hoe ik hem eerder heb genoemd. Maar hij doet dus pijp. Volgens dit ding. Succes. 3. Aanzetten. Ja, maar anders gaat dat weer fout. Moet je wel aanzetten. Oh, gaat goed. Niks aan de hand. Een klein beetje gemist, maar wie ziet dat nou, hè? Niks aan de hand. Hij moet straks sowieso nog even een keer het veld over om... al die losse hoopjes die er nog liggen op te rapen. Ik weet niet, maar ze liggen vooral in die helft van het veld. Ik weet niet, ik voel dat ik wat moet vertellen. Geen idee wat ik moet vertellen, maar ik zal even wat vertellen. Ik ben recentelijk in een game gekomen. En dat is dus ook een van de redenen dat tussen de laatste video en deze het gat zat. Omdat ik die game geweldig vond. De naam van die game is Life is Strange. En ik heb die video een keer, die game had ik een keer bekeken. En ik dacht van, ja, oké, prima game denk ik. Ja. En verder niet zo bij nagedacht. Maar goed, nu heb ik die game zelf gespeeld. De game bestaat uit 5 episodes. En ik heb episode 1 tot en met 4... allemaal 2 keer gespeeld en episode 5 moet ik nog voor een tweede keer spelen. En ik weet niet, maar die game die trekt me echt aan. Als ik eenmaal met een episode begonnen ben, moet ik gewoon door. Dus ik ga die game nog 1 keer uitspelen en dan start ik hem denk ik niet weer op, want dan moet ik die game weer afmaken. Ik heb blijkbaar nu even een pauze gevonden dat ik deze game even kan spelen. Om weer een video te maken. Want... Ik kan wel een nieuwe serie maken over Life is Strange, maar Ik denk wel dat ik misschien een keer op Before the Storm een serie ga maken. Dat ik dat ga doen. Ik denk het haast wel. Als ik daar de mogelijkheid tot krijg, dan ga ik die zeker pakken. Want sowieso de game is geweldig. Maar ik ken nog niks van Before the Storm. Dus ik ga echt blind dat spel in. En dat is met Life is Strange niet meer. Want met Life is Strange weet ik al wat er gaat gebeuren. Ik weet alle cliffhangers al, wat er daarna gebeurt. En zo mooi als de eerste keer wordt het nooit weer. Dus ik ga die game niet spelen. Maar misschien nog met een paar jaar of zo. Dat met 5 jaar die game... Nee, wacht, daar is een veld. Kunnen die niet oogsten of zo? We daar een oogstmachine opzetten. Ik weet niet of die überhaupt al klaar is met... Weet je veel wat? Of daar al... Ik weet niet, hoe moet ik dit zeggen? Ik weet niet of dat veld al klaar voor de oogst is. Moet ik misschien straks even naar kijken. Dan kunnen we daar wel weer... zo'n machine opzetten. Hoe gaat het trouwens met dit hier? Nou, prima. Jij bent leeg. Oh, kijk! Oh, chill. Deze groeit ook. Mooi. Laten we dat dit hier ook even eraf halen. Zo. Hire worker. Dan doet hij jou hier. Nee, dat was niet de bedoeling. Jij. Halen we even de worker er vanaf. Dan gaan we even door zelf. Dat dit rijtje even af is, dat die zaaier door kan. Dan gaan we even zorgen dat het andere veld gecultiveerd wordt. Dat we daar straks even op kunnen. Opnieuw op kunnen planten. Dus ga maar even door. Ik vind het trouwens wel grappig dat iedereen hier dezelfde boot heeft. Zo, deze even recht voor zetten. Oké, dude, nu ga je deze troep niet verneuken. Je staat nu mooi recht voor, dus dat hou je zo. Goed, jij mag straks ook die kant op als je weer klaar bent. Jij vergeet hier ook een strookje, maar goed. En jij rijdt even mooi door naar het volgende hoopje. Dan ga je al die losse hoopjes even oppakken. Hoopje 1. En 2. En dan lag hier nog ergens 1 of niet? Nee. Oké, dit hele veld is leeg. Chill. Dan kunnen we dit veld dus ook cultiveren. We laten deze hier staan. Dan rijden we met de trekker terug. Dan rijden we straks met de andere trekker hierheen. Ja, dat gaan we doen. Dan rijden we straks met de andere trekker hierheen, die ik dan nieuw ga kopen. Met die karren ook. Om al die dingen binnen te krijgen. En dan zorg ik dat deze trekker bij een kar, bij zo'n grote kar staat die kanon vervoert. Je gaat lekker. Lijkt erop voor wel. Je staat niet eens bij het begin van het veld, vriend. Jij gaat straks ook even dat eerst doen. Ik zal gewoon dat bij het einde van het veld ik even ga ingrijpen. Op het punt waar die dan is. Maar... Oh ja, ik zou dat daarachter nog bekijken. Hè? Maar fuck dat. Nu ben je hier op het eind van het veld. Dus nu ga ik de worker even ontslaan. En nu pakken we deze hier even mee. Dan kun je daar nu wel gaan oogsten, maar dat is daar nog steeds niet klaar. Zo, nou, ga door. Ik merk trouwens iets. Kijk naar dat logo van deze trekker. Live. Voor mij is er ook een merk dat is High. En die heeft net zo'n soort logo. Ik weet niet, misschien had ze geen rechten van dat merk om deze trekkers te gebruiken. Maar duidelijk waar deze trekker op gebaseerd is dus op die trekker. Maar goed, jij pakt even de kar voor je. Ik hoop trouwens dat hier een klein beetje opschiet, want dan kan die cultivator moeidoor. Of die oogstmachine kan die moeidoor. Jij mag even. Hier aan vast, zo. Jij zit niet met zaaien. Oh, je kan dit strookje nog doen. Dat ga je ook doen. Dit is trouwens wel een lelijke trekker, maar goed. Dat is ook echt de sloopste trekker ooit. Goed, doe dit strookje nog maar even. Jee, deed ik uit. Dan gaan we mooi door deze hier slopen. Slopen. Oogsten. Kijk. Alweer als deze worker dat helemaal verneukt. Hij lijkt het goed te doen. Beetje zo. Gaat wel maar scheef, maar goed. En wat is deze? Ja, deze was het. Boom. Dat was niet de bedoeling. Echt niet. Nee. Dat is trouwens hem even leven. Hij draait zich nu al om. Wat doe jij, vriend? Ik ga deze worker even ontslaan. Hopen dat de volgende worker betere ideeën heeft over wat hij hier doet. Want dit gaat niet goed hier. Ik hoop dat het andere deel van het veld er klaar een beetje doorgroeit. Anders zit ik straks met zo'n situatie dat het halve veld alweer leeg is. Omdat dit ding niet door kan rijden, omdat zeg maar, het veld nog niet klaar is. Het gaat niet goed. Zij het mooi recht voor. Houden zo. Goed. Jij komt straks hierin. Jij zit aan deze kant met je pijp. Dus ik dacht, laat ik gewoon naast me gaan rijden. Dus een korte klap. Zo. Ja, bijna leeg. Bijna. Bijna. Helemaal mooi. Je mag trouwens die groene trekker hierheen komen, want jij doet niks meer hier. Nee, dat dacht ik al. Nu groeit hier straks ook een deel op. En dit ding gaat dan weer dat andere veld zaaien. Is de bedoeling. We zijn er bijna. Zorg dat je canola blijft zaaien, want dat levert mij genoeg geld op. Goed, hire worker. Dit gaat nu al helemaal de soep in. Zo, nu sta je er mooi recht voor. Verneuk nu niet. Ja, ga eens vooruit dan. Ik zei, ga eens vooruit. Mooi. Ja, jij hoeft even niks te doen, vriend, want hier is niks te oogsten op dit moment. Er staat daar nog een klein richteltje, dus die ga je maar mooi doen. Dan neem ik het even over. Oh, dat ding is gewoon omhoog en oogsten. Oké, prima. Mag wel uit nu. Van de 3. Gaan we wat sneller. We hebben nu 25 korren hierin. Oh, er staat hier ook nog een richteltje bij die. Dat is die ook nog heel snel even leeg. Dus zijn we wat effectiever met ons troep. Kijk. Goed, 3. Gaan we sneller. Ik ga het ding eruit. Nee. Ga andersom omhoog. Heel goed. En dan wachten ze tot dit deel van het veld volgroeid is. Ach, hier staat ook een beetje. Mooi. Zo, en jij nog. Kijk. We zorgen dat dit volgroeid is en dan... kijken of we dan dat kunnen oogsten. Weet je wat, ik doe even heel snel een knip totdat dit geoogst is en weet ik veel wat. En dan sluit ik daarna de video af, denk ik. Goed. Tot zo. We zijn ondertussen hier al met het oogsten. Maar dat ene stuk daar in het midden, dat wil hij maar niet oogsten. Of dat wil maar niet groeien. Dus daarom kan hij het ook niet oogsten. Dat vind ik echt dom, waarom dat niet door wil groeien. Maar goed, hè. Je moet het maar beleven. Ondertussen zal ik even vertellen wat we hebben gedaan. We hebben even deze dus hierheen gereden. We hebben nog geen geld verdiend. Oh ja, en ik heb even geklopt met dit ding. Kijk, als je het zo doet, dan klap je ze uit. Maar wat nou, als je dat zeg maar doet, als je hier staat. Zeg maar voor zo'n silo. Half in zo'n silo. Kijk, als je hier gaat staan. Wat zou er dan gebeuren? Oké. Hij drukt zichzelf gewoon naar buiten. En hij drukt zichzelf verder naar buiten. Goed, nu zit je er weer recht voor. Dan klap je hem weer in. En hij trekt hem naar zich toe en weet ik veel wat. En zit een klein beetje raar te glitchen. Nou, prima. Wat nou als je hem hier tussen zet? Dan gaan we even kijken wat er dan gaat gebeuren. Zo, nou, vriend, klap hem maar eens uit. Hij is klaar, een beetje een glitchen. En dat ding moet en zal uitklappen. Goed, nu sta ik dus blijkbaar zo tussen. En als we dan inklappen. Oké, dat valt nog mee. Ik had me eerst veel leuker. Goed. Oké, dat is gedaan. Even zien, kom ik hier weer uit? Zit ik nu vast of... Oh mensen, ik trek mezelf er even uit. Zo, mooi. Dan kan ik nu mooi als het goed is achteruit rijden. Ja, mooi. Gefixt. Heb ik dit hier trouwens al? Ja, dat heb ik al gespoeld. Wat een dom ding. Ik vind het ook raar dat hij zeg maar achter zwaarder dit, of dat het ding dus zeg maar te zwaar is om het voorbeelden aan de grond te houden. En laat me hier even weg, alsjeblieft. Kijk, zo moet dat. Daar zijn we de weg. Even kijken, deze gast die zit. Of die doet wat hij doet. En dat doet hij prima. En misschien moet hij na een bepaald tijdje ook wel even leeg. Dus laat ik dat gewoon even gaan doen. Hem even helpen met legen. Dat ik zeg maar wat meer hierheen heb en dat ik geld kan verdienen. Want ik weet niet of er nou meer van een land afkomt, Pacanola, of meer zeg maar andere troep. Laten we dit dan anders even inleveren. Dan halen we even die kar op en dan kunnen we alvast wat balen op zo'n ding laden. Even zien, is die nog steeds bij de middel goedkoop? Ik heb er nog steeds het meest voor. Ja, lijkt het nog van wel. Goed. Even vooruit rijden. 3 en dan kan ik mooi met mijn handen achter mijn hoofd zitten en dan gaat hij zelf vooruit. Een soort van, als hij het goed doet. Over het algemeen doet hij het wel goed. Maar kijk, ik had alvast hier een ding gekocht. Ik weet niet of het nog op video stond, maar... Dat ding staat hier dus al. En die kan ik hier mooi achterhaken. En dan kunnen we deze... Wacht, we kunnen er ook wel een rondje rijden en dan... Ja, dat gaan we doen. Ik haak hem hier meteen achter. Dan neem ik hem nog even mee. Dat ziet er een klein beetje raar uit, maar op zich is het best logisch. neem ik deze nog even mee daar naar achteren. En dan stuur ik hem hierheen. Dan kan ik ook wel wat pakketjes hierin gooien. Want sommigen lukt dat wel. Oh kijk, hij past hier ook mooi achter. Mooi. Met sommigen lukt het wel om nog in die opslag te krijgen zonder vork. Maar bij de meeste heb je wel echt een vork nodig. Zeg maar zo'n hefvloekgeval. Zo'n voorraad, dat zag ik. Ongeveer. Kijk, dit ding zal ik even demonstreren. Zo gaat hij naar de operating position. En kunnen we zo oppakken en dan kunnen we daar vrij snel voorbij rijden. En dan pakt hij ze allemaal op. Dan kunnen we deze trouwens even legen. Dan rijden we een rondje. Nemen we hier 24. Hier past 24 op, geloof ik. Dan nemen we even 24 mee. En ik rijd nu trouwens op maximum snelheid, toch? Ja, ik rijd op maximum snelheid. Het is jammer dat hij zo terg traag moet gaan. Maar goed, daar rijden we dus een rondje en dan laten we deze rooien even uit. Dan halen we balen op met die blauwe en dan zorgen we dat we daarmee geld gaan verdienen. Zodat we die trekker kunnen kopen. Want dat zal nog gebeuren voor het eind van deze aflevering. En op het telletje staat dat de opnameprogramma 2 uur aanstaat. Dus dat is ook best wel een taak. En ik zit te bedenken of mijn computer wel genoeg opslag heeft voor zo'n video. Van 2 uur. Nou, vast wel. En anders zo niet, dan heb ik pech. Dan heb ik hier mijn kills zitten te verneuken voor niks. En dan zeg ik dit ook voor niks. Maar waarschijnlijk is dat niet zo. Goed. Q en loaden. Dan is hij leeg. Dan hebben we geld. Wat geld? Niet genoeg. We moeten nog zo'n beetje 60.000 erbij. Ruim 60.000. Voordat we die andere trekken bij elkaar gespaard hebben. Kijk, we moeten zeg maar deze hebben. 110 pk, wow. Dat is meer pk dan deze heeft. Maar goed, daar moeten we dus 160.000 voor hebben. We kunnen er wel eentje hiervan verkopen als het moet. Nou goed hè, die moeten we dus hebben. En de vorige hadden we al. Op zich ook wel mooi. Dus zo kom ik wel redelijk als het zo doorrijdt. Wat is er nog meer te koop in de shop? Oh kijk, we hebben dit ook nog. Nee, deze hebben we gewoon. En dit is de ultieme, gewoon Big M. Zeg maar, die heeft zo'n ding en dan kan je met elkaar achter zich communiceren. En met daar alles in horen. Nou kijk, daar kunnen we gas in doen, dan kunnen we dat naar de koeien brengen. Oh wacht, die koeien brengen we natuurlijk ook nog geld op, ja. Even zien, zit hier nog een interessant tussen. Ploeg, hoe gaat het straks met onze rit? Ja, we kunnen wel iets meer daarheen. Oké, dan kunnen we nu weer even naar kijken. Zo'n sprayer hebben we al. Cultivator ook. Frontgewicht hebben we niet nodig. Deze kan niet eens frontgewichten vooraf hebben. Zulke dingen op zich grappig. En dit zijn gewoon gigantische cultivators. Is hier nog interessant? Ja, die balen die hebben we. Zo'n zelfpropelled sprayer is ook interessant, maar goed. Een koe kunnen we wel verkopen. Dus als het moet kunnen we een koe verkopen. Volgens mij hebben we één koe, die brengt niet heel erg veel op. We hebben hier nog wat leuks. Goed. En dan dit. Kijk, daar is ons veld met al onze pakjes. Die liggen daar een klein beetje. Te niksen. Wachten tot wij aankomen. En dit schiet trouwens ook echt niet op. We hadden er al kunnen zijn. En daar staat onze kar op. Die balen kunnen we ook verkopen. En dan hebben we sowieso genoeg geld voor een trekker. Maar dat doen we niet. Eventueel hebben we nog een balen voor als het moet. Voor als ik die later in een safe game nodig heb, als ik die weer een keer ga spelen. Misschien dat ik dit vaak ga doen, maar denk het haast niet. Maar kijk, we kunnen hier wel mooi zo langs rijden. Gewoon hier zo overheen. Dan pakt hij hem op. En ik ben de volgende pakken. Deze weer. En deze pakken we. Zo moeten we een klein beetje ons weg door de doolhof vinden. En nu kunnen we nog niks oppakken omdat hij nog bezig is. Kijk, en dan zie ik klaar. Ik kunnen die weer oppakken. Er zit trouwens geen logica in mijn rijstijl hier. Dus gewoon kijken zo van, hé, daar kan ik langs. Dat is handig. Zie je, want nu moeten we alles weer opladen. Dus dan is dit weer de eerste die we kunnen pakken. En dit hier de tweede. Waar we trouwens echt finaal aan de kant drukken. En overheen rijden, weet ik veel wat. Dus dat was hem niet. Toch wel, blijkbaar. Maar ik niet helemaal verwacht, maar goed. Ik wil deze pakken. En dan vervolgens deze. Ik moet niet tegen alle waar we, die ik wil pakken. Dan moet ik niet tegenaan gaan rijden. Dus deze als eerste pakken. Dan kunnen we deze pakken. Kunnen we deze meteen hier pakken? Ja, denk ik wel. Dan pakken we er nog hier eentje van. Kijk, dit gaat toch super. Dus zo'n machine is op zich wel makkelijk. Ik wil deze nog even meepakken. En deze nog. Deze twee. Pas trouwens 24 op zo'n ding, geloof ik. We zitten nu op 20, dat is 0% volgens dit spel. Omdat in mijn kaart, daar past zeg maar... Kijk, hier telt hij het aantal pakjes. En op een kaart telt hij het aantal gallons die erin zit. En blijkbaar heeft hij, telt hij nu eens zo'n pakje ook als 1 gallon. Dus zit die kaart voor ons nog lang niet vol. Nou, oké, blijkbaar zitten onze balen nu vol, of niet? Of wel? Volgens mij zit hij vol, toch? Ja, blijkbaar zit hij vol. Dus we brengen hem mooi in de transportpositie. En dan nemen we mee naar huis. We kunnen die balen daar ergens opleggen en dan wordt ze naar boven gevoerd. Ach, dan kunnen we nog wel een rondje rijden met deze kar en dan hebben we die andere trekker misschien niet eens nodig. Ah, laten we hem sowieso kopen, want daar sparen we voor, dus we kunnen net zo goed wel kopen. Goed, rij maar door, alsjeblieft. Dankjewel. En dit schiet echt niet op. Nou ja, we hadden hier ook al helemaal doorheen gekeken. Ik vind dit zo dom dat je dit moet doen, terwijl je ook gewoon zo kunt scrollen. Gewoon dom, maar goed. Ik vind het op zich wel grappig zo. Ten eerste heb je een kleine trekker met een veel te grote kar en nog een veel te grote kar die ook nog eens veel te breed is voor de weg. Zeker zo breed als de kar die ervoor zit. Dus 2 keer zo breed als de hele trekker. Ik koop gewoon niks van. Op zich wel grappig. Kijk, dan kunnen we op O drukken. Dan gaan we de beels... Oh, shit. Dat was niet de bedoeling. Straks kunnen we confirm unload doen. En laten we die unload even niet confirmen. Abort. 0. Of X. Zo, abort. Heel goed. Mooi. Dat moeten we straks doen bij... bij die tafel. Hé, kijk, deze vent is ook klaar. Laten we jou dan hier even dit kleine stuk oogsten. Drive not too fast, zo. Even uit. Twee eruit, want dan kunnen we dat nog hierin doen. Akker straks ook wel. Als deze worker dit even goed oppakt, kunnen wij de baaltjes erin doen. Kunnen wij snel vooruit. Het is maar wat je snel noemt, maar goed. Wauw, mooi. Hij laat weer een klein randje staan, hoor. Als ik aan het gasmaaien ben, dan laat ik nooit randjes staan. Kijk, daar zit onze silo, zeg maar, waar alles in moet. Ik laat trouwens deze kaart hier staan, want dan rijden we wat sneller. Voor mij had ik trouwens ook cruise control 1 staan. Goed. Dan kunnen we echt zien hoe vol hij zit. Gewoon 100% natuurlijk, maar goed. We zitten er echt niet recht voor of zo. Kijk, en dan kunnen we deze pakjes straks half daarop zetten en dan voert hij zichzelf naar boven. En alles wat er dan nog niet op zit, dat kunnen we dan unloaden. Ik weet niet eens hoeveel je per pakje krijgt. Kunnen we dat echt zien? Lijkt het van niet. Nee, lijkt het niet op. Goed. Dan zijn we trouwens recht voor zetten. Eén pakje moet op die... één kant moet op die... dinges komen. Als we vast op 0 drukken, dan start hij de procedure alvast. Zo, hier maar. Oh, boom, explosie. Dat was niet helemaal de bedoeling. Kijk. Oh, we krijgen het bedrag per pakje valt nog vrij tegen. Dat is jammer. Eerst van, ha, zo kunnen we extra snel onze trekker krijgen, maar dat valt dus zwaar tegen. Zo, die nog even mee. Mooi. Dan kunnen we straks hetzelfde nog een keer doen. En dan moeten we even vanaf deze kant zo aankomen rijden. Dan kunnen we deze oppakken. Maar ik krijg maar 1000 per pakje en dat valt me tegen. Ik verwacht dat je meer zal krijgen. Voor het werk dat je ervoor doet en voor al het equipment die je ervoor koopt. Oh, daar gaat mijn FPS. Ik weet niet waarom dat ineens zo slecht is. Maar goed. Die achterste die krijgen we nooit te pakken. Zo, kun je dit zo hier even inloaden. We moeten confirmen dat we het hier wilden doen. Oh. Explosie weer. Pof. Er ligt een pakje in, maar daar krijgen we geen geld voor. Bullshit. Ja, nu krijgen we eindelijk geld voor. Waarom werkt die FPS niet mee? Maar goed, het zal wel. Ik kan hem ook gewoon zo verder, deze game. Ik krijg er op een of andere manier bij. Moet ik deze bocht hier heel erg scherp pakken. Zeg maar zo. En dan zo. Kijk, moment. Oh, dit gaat lastig nog. Kijk, zo, dat bedoel ik. Goed, dit lukt waarschijnlijk niet met die andere. Die krijgen we niet meer bij, tenzij we zeg maar zullen we onderlangs duwen. Dan krijgen we ze wel, misschien. Of dat helpt niet. Maar goed, als we dit even achterwege laten. Waarom bedenkt mijn computer ineens dat hij zo'n laag framerate wil hebben? That's the question. Goed. Laatste. gehaald. Heb ik eentje bij. Heel goed, dank u wel. Ik moet hier even... Nee, wacht, laten we het even zo doen. Daar gaat hierheen. De pijp gaat uit. Dan doen we die pijp hier op de trailer. Bijna. Ging bijna goed. Zo. Dan pakken we deze. Gaan we dit hier even klaarmaken voor de volgende planten. Zo. Dit mag er achterweg. We kunnen de desire hier achter doen. Maar eigenlijk mensen, ben ik wel klaar met deze game. Ik, nou, niet zo van, ik speel deze game nooit weer, maar ik bewaar hem hier even, wat de save game is. En dan misschien dat ik de volgende keer verder speel. Als je heel graag wil dat ik dit nog een keer doe, laat het achterin in de reacties. Maar voor zover het nu is, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video, naar deze Kutgame. En tot de volgende Kutgame, denk ik. Doei!